Het land bewerken vanaf de computer. Dat gaan we in Flevoland in de toekomst doen met pixel farming. In de computer maken we een veld digitaal na en verdelen het in pixels van 10 met 10 centimeter. Iedere pixel is een plant. Op dat digitale veld zetten we dan verschillende gewassen door elkaar, zoals bijvoorbeeld ui, aardappel en wortel. De computer stuurt vervolgens een robot aan die het veld inzaait volgens ons ontwerp. Doordat er veel planten staan, wordt de biodiversiteit verhoogd. We zien veel insecten en we hoeven geen kunstmest meer te gebruiken.